Donderdagavond speelde NEC zijn eerste play-off-wedstrijd voor lijstbehoud in de Eredivisie. De rust keek het nog tegen een 1-0 achterstand aan, maar door goals van Greg Breinburg, J-Roy Grot en Taiwo Awoniyi werd het 1-3. En afloop spraken we met Greg Breinburg en met trainer Ron de Groot. Tweede minuut afgekeurde goal, maar daarna toch heel wat minder. Afgekeurde goal? Ja, wat dat betreft, ja. Na 4 minuten kom je al achter met 1-0, dus het was geen goed begin. En ja, dan heb je het geluk eigenlijk dat ze een grote kans missen, dat ze niet op 2-0 komen. We hadden de eerste 20, 25 minuten ook moeilijk. Daarna hebben we het iets beter opgepakt. Daar hadden we iets meer grip ook. We hadden problemen vooral in hun middenveld. Waarbij onze middenvelders eigenlijk een beetje te diep stonden. Waarbij de restverdediging niet goed was. En dan konden we een paar keer gevaarlijk eruit komen aan counteren. Je begint de wedstrijd niet zo best. Ik kom na 4 minuten al achter. En, dan houden ze het compact om de midden er doorheen. Ga je forceren, ga je heel veel balverlies leiden. In de rust hebben we een paar dingen kunnen rechtzetten. Even wakker schudden en hebben we het prima tweede helft gespeeld. We hebben in de rust opgehamerd. Van, hou je restverdediging in de gaten. Probeer ook voor kantenwissen. Probeer tempo te spelen. Probeer door de linies heen te pasen. Als je kijkt naar de tweede helft, zag het er heel goed uit. Ik had wel het gevoel dat we goed konden komen. In de rust ook, we bleven rustig. Maar we zeiden wel dat we even een tandje erbij moesten zetten, want je weet dat Emmen gewoon volle bak gaat spelen. Ze hebben niks te verliezen, dus ja, dan moet je ook hetzelfde geven wat Emmen geeft. Want dat deden we eerst de helft niet, maar ik denk dat de tweede helft gewoon prima bij uitgespeeld met de trainer. Aanstaande zondag, ben je dan een trainer die wat gaat proberen? Of zeg je nee, dezelfde elf spelen, want we zijn er nog niet? Hetzelfde elf. Ik ga geen rare dingen doen, wij gaan geen rare dingen doen. Gewoon doen wat je moet doen en blijven doen. Dus ook geen gas terugnemen, gewoon volle bak gaan en zorgen dat je over lijstbehoud houdt. Ja, zondag willen we ook weer winnen, dat lijkt me duidelijk. We hebben een goed gevoel, afgelopen paar wedstrijden 3 keer achter elkaar gewonnen. En thuis met de supporters weer erbij en dan moeten we zorgen voor de 4e keer.